Ik sta hier in Jeruzalem op een plek die bekend is als Galli Cantor, het kraaien van de haan. Bekend uit Lucas 22 het verhaal dat Jezus werd weggeleid naar het huis van Caiaphas en dat Petrus zich in die voorzaal van het paleis van Caiaphas ophield om zich net als de soldaten te warmen aan het vuur. Maar dat eerst de soldaten hem vroegen, bent gij ook niet een Galilea? En Petrus ontkent dat. Tot 3 keer toe ontkent Petrus dat hij Jezus kende. En dan de haan. De haan die kraaide. En Petrus herinnert zich het woord dat Jezus zei, eer de haan kraait, zult gij mij 3 keer verloochenen. En Jezus zag Petrus aan en Petrus ging weg. En weende bitter. Maar gelukkig staat hier geen punt in het verhaal, maar een komma. Ook Petrus kreeg een tweede kans. Na de opstanding bij het meer van Galilea gaat Jezus hem 3 vragen stellen. Petrus, heb gij mij lief? En dan het eerste antwoord dat Jezus zegt, wijd mijn lammeren. De tweede keer, hoed mijn schapen. En derde keer, wijd mijn schapen. Daarin wordt Petrus in ere hersteld, omdat hij tot 3 keer toe zegt, ja Jezus, u weet dat ik u lief heb. Dat is de boodschap hier vanaf het kraaien van de haan. Ook voor ons de vraag, hebben we Jezus waarlijk lief?